Wat ik van vandaag verwacht is dat we onze beste klanten met wie we samenwerken, om die weer met een boost naar huis te sturen. Op het onderwerp Quantified Citizen. We worden 120 jaar oud. En wat dan? Mens verandert. We worden steeds gezonder, ouder. Dat betekent wat voor de ruimtelijke omgeving. Dat betekent wat voor hoe we wonen, hoe we willen leven. En zeg maar, met die invalshoek hebben we vandaag geprobeerd mensen te prikkelen. We hebben geen glazen bol vanavond, dat mag duidelijk zijn, of vanmiddag. Maar we hebben wel 5 experts uitgenodigd die heel veel zinnige dingen kunnen zeggen over de toekomst die er misschien al een beetje is. Ze zitten er middenin. Hele fundamentele vraag die de mensheid al duizenden jaren bezighoudt. Hoe kunnen we zo lang mogelijk, zo gezond mogelijk blijven bestaan? Maar, en dat is de keerzijde, 2/3 van die jaren zijn slechte jaren. Zeker in de laatste generatie is dat zo. De voorspelling is namelijk dat tegen 2050 de hele wereld, bij elkaar opgeteld, gemiddeld 65 jaar is. Leven we dus steeds ouder, maar wel in een steeds slechtere staat. Dat is niet alleen vervelend voor degenen die oud worden, maar wordt ook een financieel drama, omdat we het gewoon met elkaar niet kunnen betalen, die gezonde zorg. Al met al hebben wij dus een stof gemaakt die die foute senescente cellen opruimt. En als we dat in muizen doen, dan kunnen we niet alleen gezondheid rekken, we kunnen ook weer de gezondheid terugbrengen. Nou, als je dat nou zou weten door te trekken naar mensen, ja, dan zou dat in theorie kunnen betekenen, als je dat combineert met dat eerder onderzoek, dat we met elkaar misschien 120 zouden kunnen gaan worden. Schade aan ons DNA is de bron van veroudering. Vi is zo'n robot als die je hier ziet staan en die woont elke maand 2 weken bij iemand met een verstandelijke beperking in huis. Dus die robot die weet op basis van gezichtsherkenning en op basis van tijd weet hij precies wat hij moet doen. En dat is geheel gepersonaliseerd. Want hoe sta je nou zelf tegenover zo'n robot? Want jij bepaalt wat die robot voor je gaat betekenen. Linksom of rechtsom, het komt eraan. Als we niks doen, hebben we een probleem. Als we het sneller uitrollen, dan kunnen we met elkaar ervan van profiteren. Als jij denkt over de wereld over 20 jaar, hoe ziet dat er dan uit? En een van de dingen waar ik me heel erg door laat inspireren is eigenlijk science fiction. Wat betekent dat dan voor het vastgoed bijvoorbeeld? Of als we veel meer in een virtuele realiteit gaan leven, zoals de recente film Ready Player One. Wat betekent dat? Heb je niet meer vergaderingen nodig? Misschien hebben we ook niet meer zo'n congres als vandaag nodig. Ook wat voor invloed heeft dat op niet alleen de gezondheidszorg, in het kader van het verhaal van Peter. Maar ook als we bijvoorbeeld in de toekomst op een hele andere manier kennis tot ons kunnen krijgen. En dat vind ik het mooiste voorbeeld, een van mijn favoriete science fiction films, The Matrix. Dat gewoon alle kennis in één keer geüpload wordt in je brein. Maar wat ik ook heel interessant vind, is wat kan de gemeente ermee? Dus dat steden steeds meer sensoren in de weg, in afvalcontainers en lantaarnpalen gaan stoppen. Eigenlijk hebben je inwoners van de stad hebben ook allemaal een sensor. Namelijk een smartphone. En kun je de data daarvan gebruiken? En je ziet nu ook bij ons echt wel een beweging op gang komen van buiten je eigen grenzen kijken. Waar kunnen we helpen, waar kunnen we adviseren en het samen met z'n allen beter doen. En ik denk dat dat een hele goede stap in de goede richting is. Ben je ook beschikbaar om mee te denken met vastgoedprojecten? Natuurlijk. We moeten nadenken over het ouder worden van mensen. Daar zijn we natuurlijk allemaal mee bezig. Alleen als mensen natuurlijk in goede gezondheid ouder worden, dan is misschien de invloed van dat ouder worden op de huisvesting van die mensen helemaal niet zo groot. Hoe ziet de wereld er over 20 jaar uit? Hoe ziet de wereld er morgen uit? En wij hebben dat chrome gedeelte hebben wij geprint. Uit gerecycled polypropyleen glas. Maar wij kunnen er ook wat aan veranderen. Ik kan het printen uit gerecycled materiaal, maar jullie moeten het bestellen. Je moet er in ieder geval over na gaan denken, zodat je met gerecyclede materialen gaat werken. Denk ik van ja, technologie is een middel en geen doel op zich. De empathische woning. Hoe zie jij de empathische woning voor je, Bart? Empathische woning, ja. Volgens mij kwam de knuffelmuur al even voorbij. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Ik kan me iets bij voorstellen bij kleuren die mee veranderen met de stemming van degene die in die woning is. Ook Vakton Forum 2018 heeft ons, maar hopelijk ook onze klanten, een enorme boost opgeleverd. Om anders te denken over een aantal zaken die onze vastgoedprocessen beïnvloeden. Ga naar huis en morgen als je opstaat kan je wat betekenen. En niet precies hetzelfde doen als wat je vandaag doet.